Welkom bij een nieuwe aflevering van de digitale studiezaal van het Nationaal Archief. Vandaag gaan we aan de slag met de index die er is gemaakt op de Japanse interneringskaarten. Deze kaarten zijn door het Japanse leger gebruikt om Nederlandse krijgsgevangenen te registreren tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de index die we hebben gemaakt komen die ruim 40.000 namen voor. Oké, laten we nu beginnen met onze zoekopdracht. Daarvoor beginnen we op onze website www.nationaalarchief.nl. Vervolgens gaan we naar de pijlen onderzoeken. Binnen onderzoeken heb je een zoekveld. Daar kun je je zoekopdracht ook invullen. Dat is in dit geval Japanse interneringskaart. We klikken weer op het vergrootglas. En dan komen we uit bij de resultaten binnen onze inventarissen. Dat is in dit geval 1. En dit is het archief waar de kaarten uitkomen. Vandaag gaan we aan de slag met de zoekhulp die over dit onderwerp is gemaakt. En een zoekhulp geeft je informatie over hoe je kunt zoeken en extra informatie als je meer te weten wilt komen over een bepaald onderwerp. Onze zoekhulp zien we bovenaan verschijnen, die klikken we aan. En we zitten nu in de zoekhulp over de Japanse interneringskaarten Kneel en Marine. We lopen de zoekhulp even door. We beginnen bij hoe zoek ik naar een interneringskaart. Hier zien we meteen al een hele belangrijke opmerking. Vanwege de bescherming van de privacy zijn niet alle interneringskaarten opgenomen in de index. De database en de bijbehorende scans zullen jaarlijks uitgebreid worden met de personen die dan 100 jaar geleden zijn geboren. Het kan dus voorkomen als je een naam invult in het zoekveld dat je hem dus niet tegenkomt, terwijl je weet dat je voorouder in Azië in krijgsgevangenschap heeft gezeten. Mail ons dan eventjes, want dan kunnen wij alsnog u de scan verstrekken. We gaan nu even weer verder. Welke informatie kunt u vinden op de kaarten is ook een belangrijk punt. Achtergrondinformatie. En onderaan hebben we een lijst opgenomen met stempels en symbolen die je tegenkomt op de Japanse interneringskaarten. Deze lijst heb je nodig wanneer je de kampen wilt achterhalen waar iemand heeft vastgezeten. Deze stempellijst zullen we straks gebruiken wanneer we de kaart van de persoon gaan zoeken. We gaan nu weer even terug naar boven, naar het zoekveld. En hier kunnen we gewoon de achternaam van een persoon invullen. Ik ben op zoek naar Arnold Theodor Jansen, geboren in 1916. Ik vul alleen Jansen in en we klikken op het vergrootglas. Wat ik weet is dat Arnold Theodor Jansen geboren is in 1916. De persoon die ik hier zie is dus degene die we nodig hebben. We komen nu uit bij de scan van de interneringskaart. Wat meteen opvalt is dat er natuurlijk een voor- en een achterkant is van de kaart. Verder zien we Engelse tekst en Japanse tekens. Als we de kaart nog wat beter bekijken, zien we ook een aantal kolommen met informatie daarin. Bijvoorbeeld het kamp waar de persoon heeft vastgezeten, de naam, de nationaliteit, de rang, de plaats waar de persoon is gevangen genomen en de kaart bevat ook informatie over de ouders van de persoon. Als we even uitzoomen, hebben we de kaart weer even in zijn geheel. Mocht je meer te weten willen komen over de kampen waar iemand heeft vastgezeten, dan hebben we het dus over de interneringskampen, dan raad ik je aan om de bovenste kolom bij campus goed te bekijken. Bij deze persoon zien we dat hij meerdere stempels heeft. Dat betekent dat hij in meerdere kampen heeft gezeten. Mocht je meer te weten willen komen welke kampen dit precies zijn, dan moet je dus de stempellijst gebruiken en kun je de tekens met elkaar vergelijken. Wat ik weet is dat deze persoon in ieder geval in een interneringskamp op Java heeft gezeten en later naar Thailand is vervoerd of overgebracht. En dat kunnen we zien aan dit teken. Het gaat hier te ver om dit nu helemaal uit te zoeken, maar dit is wel een leuk klusje of een interessant klusje wat je zelf kunt doen. We gaan nu even terug naar de zoekhulp. Mocht je meer hulp nodig hebben bij het vertalen van de interneringskaart, dan bieden wij een aantal opties aan. Wij kunnen dit namelijk niet zelf. Voor alle overige vragen kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier of via de chat. Verder zijn er ook gerelateerde zoekhulpen, bijvoorbeeld over militairen. En deze kunt u ook via deze weg raadplegen. Voor nu veel succes met het doen van onderzoek en we zien u graag terug bij een nieuwe aflevering van de Digitale Studiezaal.